gaat Almelo vlaggen op 5 april. Dat was wel de bedoeling, ja. En daar hadden we heel veel werk in verzet en heel veel aan gedaan. Maar helaas, het gaat niet helemaal lukken zoals we dat wilden. Waar ligt dat aan? Want jullie zijn ijverig genoeg, heb ik gemerkt. We hebben, het is een initiatief uit Borne. Daar werd een vlag aangeboden voor iedere plaats specifiek. Dus Almelo viert vrijheid. En daar zijn wij in meegegaan. We hebben op tijd voor de binnenstad, althans op tijd, hebben we daar georderd. En ze zouden gisterenavond of vanmorgen zijn gekomen. Op Schiphol? Nee, bij mij zouden ze vanmorgen zijn. En vanmorgen om 8 uur kreeg ik een telefoontje dat ze een heel vervelend bericht voor me hadden. Maar dat ze de vlaggen nog niet hadden. Die lagen nog op Schiphol. Ik ben toen zelf op Schiphol de douane gaan bellen. En ja, dan krijg je heel veel bureaucratie. Maar uiteindelijk na heel veel vijven en zessen allemaal rondbellen, hebben we dan heel gelukkig de jongens die die vlaggen van ze liggen in Roemenië in namelijk Roemenië nog. Ze liggen dus helemaal niet op Schiphol, maar ze liggen nog in Roemenië waar ze vervaardigd zijn. En die jongens die ze daar besteld hebben, die hebben alles in het werk gesteld. En die hebben nu in Maastricht een bedrijf. Nogal een eind weg hoor. Heel eind weg. En bereid gevonden om 125 vlaggen voor ons te maken. Kijk, want die heb je wel nodig. Ja, die heb ik zeker voor de binnenstad. Dat is niet genoeg voor de binnenstad. Maar ik kan er een heel eind mee komen natuurlijk. En die worden morgen vroeg om 9 uur worden die in Maastricht opgehaald. En die hoop ik dan om 11 uur, 11:30 bij mij te hebben. Zodat ik ze kan distribueren in de binnenstad. En dan hoop ik zo dat de mensen in de binnenstad er wat mee doen. Dat ze hem ophangen. Hierbij dus echt een oproep, hè? Ja, dit is echt een oproep. Dat ze hem ophangen of draperen in de etalage. Want er zijn 200 mensen die geen vlag krijgen morgen. En hem wel besteld hadden. En die ook graag de vrijheid willen vieren. En die ook heel graag de vrijheid willen vieren. Maar vrijheid hoeven we natuurlijk morgen of zondag zou de dag zijn. Hè, de bevrijding van Almelo. Maar helaas, dat vind ik wel heel erg jammer. Maar goed, we vieren vrijheid. Wat vieren we nu vrij? We weten nu wat vrijheid is. Dus wat is mooier om deze vlag te hangen? En hij mag blijven hangen. Hij valt niet onder het vlaggenprotocol. Hij mag dag en nacht blijven hangen. Uitgezonderd 4 mei en Koningsdag.